sportnamiddag of turnles. En op deze koer hebben wij dus voetbal gespeeld. Aan de noordkant was een grote muur en aan de zuidkant was een grote muur. Er waren doelen opgetekend aan beide kanten. En in het doel langs de noordkant stond ik in het doel. En de onderwijzer die in het midden van de speelkoers stond, die zei, zoals we vroeger geoefend hadden, voordien, loop naar de gangen en kruip onder de trappen. Wel, ik stond op 3-4 meter van de gang waar ik gewoon was te verblijven. En ik ben niet naar die gang gelopen, maar ik ben gelopen naar deze gang waar ik hoegenaamd niks verloren had. De meeste kinderen van onze klas zijn naar die andere gang gelopen. En op de achterkant van die gang is een bom gevallen. En 24 kinderen van om en bij de 10 jaar zijn daar ingebleven. En op het ogenblik dat we buiten kwamen, dan lag de linkervleugel van de school, waar dat dus de kleinste studiejaren in zaten, die lag volledig plat. Op dat ogenblik wist ons moeder al dat het studiejaar waar mijn zus in zat, dat daar al de kinderen dood van waren en dat het studiejaar waar dat ik in zat, dat die ook allemaal dood waren. En dan ben ik naar hier gekomen en dan zaten we dus recht voor het huis, was er een immense bomput met een krater van zo breed als het voetpad. En het voetpad op Stanselui was toen op dat moment zeker een meter of 11. En dan weet ik nog dat ik door de bomput naar binnen gelopen ben. En ons moeder op dat moment, die geloofde precies haar eigen ogen niet. Die dacht dat er 2 kinderen dood waren en dan kwam er 1. Behalve de Guido Gezelle jongensschool, waar 23 jongetjes omkomen, zijn vooral de 2 meisjesscholen zwaar getroffen. In Sint-Lutgardis is in 1 klas geen enkele overlevende. In totaal komen er 63 meisjes tussen 12 en 14 jaar en 5 zusters om. In Sint-Vincentius worden 4 klassen totaal vernield. Van de 360 leerlingen verliezen er 103 hun jonge leven. Onder hen al de 6-jarigen, 1 zusteronderwijzeres en 2 juffrouwen. En we hadden juist zangles. En we hoorden heel zwaar geronk zo. En de kinderen zeiden, o, zuster Dengelsen zijn daar, mogen we gaan kijken. Wij waren dus wel gewaarschuwd als er bombardementen of zo moesten komen of vliegmachine, dat wij moesten van de zusters in de gang lopen. Wij hadden dus een grote gang waar de kapstokken, waar de mantels gingen. En als er iets gebeurde, moesten wij daar naartoe lopen en dan moesten wij ons achter die mantels wegsteken. En we renden verder naar buiten, de deur uit, de koer op, achter de juffrouw aan. En net op het punt waar dat we dus de bom zou vallen, ben ik waarschijnlijk gestopt, weggeslagen door de luchtdruk en terechtgekomen. Heb ik naderhand gezien, juist vlak voor de tuin van het klooster. Ik zat helemaal ineengeklemd onder de puin. Ik moet weggeslagen geweest zijn door de val van die bom die op het gebouw terechtgekomen is. En toen weet ik feitelijk niks meer. Ik heb gezegd een bombardement. En dat drong bij mij niet door. Ik was zo. Nee, ik wist niet wat dat was. Haar mond was helemaal vol stenen. Ja, ik heb gevoeld dat er iemand met zijn vinger in mijn mond ging om al die bricaillons daar. Mijn mond zat vol stenen en puin en vuil. Ja, en haar één oog was helemaal lageruit, hè? Ja. Uitgerukt. En ja.
Wij waren dus ontschreven en wij riepen op onze ouders, lekker dat dat gaat, kinderen van 14 jaar. En dat heeft zo, ja, ik denk nu niet, 3-4 heeft dat geduurd, dat bombardement. En er viel dus die gang, die viel in en wij lagen daaronder. En mijn vriendinnetje, die heeft nog een hele tijd geleefd. En dan stilaan, we waren aan het praten en aan het bidden met elkaar en elkaar er steun aan het geven, hoorde ik die sterven. Plots was dat gedaan. Maar toen zagen we in één keer dus dat het gebouw zich in één keer toeplooide. En dan zijn ze beginnen roepen en schreeuwen, ja, mijn zusje is daar, mijn broerken is daar. Ik zeg, ja, maar kunt er toch niet naartoe? Ja, en de kinderen kon bijna niet bijhouden, hè. Ik heb daar de mensen zien schreeuwen en huilen. De kwetsten gezien die nog leefden. En dan hebben we mee aan het puinruimen geweest om nog mensen te vinden. Ik denk, mijn oudste zuster zal naar haar jongste zuster gelopen zijn, denk ik. En dan, die was erg gekwetst, de jongste. Mijn oudste zuster eigenlijk was niks gedaan, maar waarschijnlijk door de luchtdruk de longen gesprongen, veronderstel ik. Dat is een school. Dat is een klas. Dat is geen gebouw niet meer. Hè. Zit er pupitten in en dan moeten je kinderen ondertussen zoeken. Ze hebben al veel kindjes weggedaan, want ik ben 2.5 uur nadien gekomen. Maar plaagden nog veel hoor. Dat is ik gaan zoeken en dan heb ik eerst mijn zoontje gevonden op ongeveer 5 meters van de schoolweg. Met de luchtverplaatsing is die verder geworpen geweest en die had geen, ik heb die gevonden omdat ik die herkende als een pulloverke. Dat was een kleur, een beetje een bruin oranje kleur, redelijk vief. En ik kon dat, ja, ik herkende hem, maar die had maar een half kopje niet meer, geen naantjes niet meer, geen voetjes. Dat was verschrikkelijk. Ik zeg, ja, dan kwamen de scouten vragen, waar gaan die klein dragen? Ik zeg, je moet nog eentje zoeken. En dan heb ik na een hele tijd toch mijn dochter gevonden. Maar ik heb die herkend aan de strik in haar haar, maar het meeste deel van haar haar was afgerukt en was eenmaal lopen geast. En er was nogal een tierkindje en allemaal vol haartjes van het spinnen van die bommen, zeker, ik weet dat ook niet. Maar het was verschrikkelijk. En de koe lag vol lijken. Hè. En ze hebben dan de stores afgenomen van hetgeen dat nog overbleef van het gebouw. Want er stond bijna niks meer recht als de buitenmuur langs in het park. En ze hebben dat over die lijken gelegd. En ze kwamen mij zeggen, zuster, neem alsjeblieft de tekens van de kinderen af. Hun broosjes en hun horloges en hun kettingsjes. Want ze zouden er al mee weg geweest zijn. Ze kwamen het stelen bij die dode kinderen daar. Ja, intussen tijd kwamen wij buiten en dat was allemaal vuur en vlammen en dooien en goh, wat hebben we allemaal gezien hebben en huizen allemaal kapot en vernield en dan kwamen we, ik woonde niet zo ver van de school en toen kwamen wij aan thuis en toen zag ik natuurlijk dat ons huis kapot was en mijn moeder die zag ik niet. En dan is er een ambulance aangekomen en mijn vader heeft mij dan laten in die ambulance doen. Toen wist ik nog niet dat mijn moeder dood was. En dan zijn wij samen gaan kijken naar de harmonie.
En dan heb ik mijn moeder nog gezien, ja. Dan lagen ze allemaal in bekken. Dat waren gewoon bekken waar ze die doden allemaal ingelegd hadden. Met zo'n scheel erop. Oh, op die ene kist lag een ring. Op de andere kist lag een stuk van een kleed, van een schoen stond erop. Oh. Ik was middags een beetje kwaad naar school gegaan en niet normaal. Mijn moeder gewoon een kus gegeven en daar heb ik altijd heel veel spijt van gehad. Dat kon ik dus niet meer goed maken. Hè. Wij moesten persoonlijke bezittingen komen halen. En de bezittingen die men gevonden heeft, moesten wij ophalen. En dat was ook een moment dat ik nooit zal vergeten. Een van mijn goede kameraden, daar heb ik zijn boekentas en zijn persoonlijke bezittingen gaan afgeven thuis. En natuurlijk het in ontvangst nemen door die ouders is zeer pijnlijk en zeer bedroevend geweest. Er werd dan ook eten bedeeld, omdat dus alle mogelijke nutsvoorzieningen beschadigd waren. Dus kwestie van gas en water en dergelijke dingen. En men kon dan met de kaart van de geteisterden kon men bijvoorbeeld eten gaan halen in het vroegere Lindenhof, dus gelegen tussen Deurnestraat en Lievengeversstraat. Daar kon men dus ook warme maaltijden bekomen. Er werden ook klederen bedeeld, dus men kon met die kaart iets gaan uitzoeken dat voor u min of meer paste. Kostergerist, begrafenisaannemer en pianohandler. Ik heb voor mijn dochter 2 kisten laten maken. En mijn klanten die vroegen, die zeiden, meneer, oh, ik wou me niet schrijven. Hè. Mijn dochter kent een goede kist. Ik zeg, ik heb een kist laten maken van mij. Hè. Ik zal die voor u gebruiken. De tweede kist is juist zelf gegaan. En mijn eigen dochter is in een bak begraven. Waarom deed u dat? Ja, om de mensen kon tevreden te stellen. Hè. U dacht dat het voor u minder erg was dan voor u? Ja, hen? Ja. En dat was zo ook. Ik was maar hier kwijt. U had nog andere kinderen? Ik heb nog dank kunnen zeggen dat er nog 6. En de andere veel die niet meer hadden, die dat weer drijven worden. In heel het Antwerpse worden grote rouwplechtigheden voorbereid. De meeste slachtoffers worden al op vrijdag 9 april, 4 dagen na de ramp, in Mortsel begraven. 10 onherkenbare slachtoffers zullen tijdens de dodenmis in de Antwerpse kathedraal hun lotgenoten vertegenwoordigen.
het vertrek van de begrafenisstoet hier op de gemeenteplein heb ik wel gevolgd. Dat was vanzelfsprekend indrukwekkend. Al wat kon rijden met koets en paard en auto, dat was allemaal opgeheist om de vele kisten. Dus stoetsgewijs van hier naar de kathedraal in Antwerpen. Wij waren toen bij Groot Antwerpen. En de kerkdienst was door monseigneur, of kardinaal, beter gezegd, kardinaal van Rooij, geleid naar de kathedraal van Antwerpen. En dan terug van Antwerpen? En dan terug en dan langs de straten van hier tot Ginder stonden al de schoolkinderen en vele mensen opgesteld om dat toch wel indrukwekkend, want het waren toch ongeveer 1000 mensen die die dag op 2 minuten tijd zijn gestorven. Ik ging graag naar school. Leerde goed. En ik leerde goed, ja. Dus dat kwam er ook bij dat ik dus van dag op dag niet meer naar school kon gaan. Ja. We moesten een beetje opofferen. Ja, we moesten huishouden doen en kuisen en ja, alles. Hè. Dat viel natuurlijk niet mee, je 14 jaar bent. Hè. In de klas waar mijn kindjes in zaten, die zijn allemaal overleden. Allemaal. Dat liep 7 minuten tijd. Weinige families hier in Mortsel zijn niet geraakt geweest. Van nou iedereen. We hadden er drie gezusterkens en die waren alle drie dood. En ik heb daarna de mama gezien en die zei de zuster, bij mij staat er een emmer vol geschilde aardappelen. Ze hadden gevraagd die morgen, voor als ze thuis kwamen s'avonds, voor friet. En de mama zei, ik heb geen tijd, het was de keustijd. En ze hadden met hun drieën een volle emmer aardappelen geschild eer dat ze naar school kwamen. En de mama zei, ik kan hem niet wegdoen, hij staat daar. Het was 6 weken nadien. Van wie zijn al die doodsprentjes? Wie staat er allemaal op? Die doodsprentjes, die is ten deels van de kinderen, van de klas van mijn kindjes. Die heb ik allemaal. Ik zou die vaatstelig moeten in een album doen, maar dan kan ik niet lezen wat er van achterop staat. Ik lees dat graag wie dat is. Of enfin, graag niet. Maar ik herken veel van die families. Hier zijn er ook weer zo 2 zusterkens hier, die vaak hun plechtige communie moesten doen. Maar, ja. Niet tegenstaan dat de motten misschien kan niet zitten. Maar ik kan dat niet weggooien. Nee. Ja, het er zo een troostvolle kant zou kunnen aan zijn, hè. Dat je al die lelijke dingen toch niet terug naar boven moeten wonen. U kunt de slechte dingen niet altijd op de voorgrond zetten, dat kun je niet, hè. Goh, maar in dit geval, dat was een massacre.
Het bombardement van 5 april 1943 heeft ook bij een aantal Amerikaanse uitvoerders een wrange nasmaak gelaten. Eén Amerikaan is nog dezelfde avond geconfronteerd geworden met de gruwelijke mislukking van de luchtaanval. Zijn vliegtuig werd in het luchtgevecht neergehaald en nadat hij zich had kunnen redden met zijn parachute, was hij door de Duitsers onmiddellijk gevangen genomen. His name took me out, put me in a car, and a little car, four people, two Germans in front, a guard, and a man be sitting beside me, and they took me into the city, another part of the city, where obviously there was great bomb damage. You could see that there was one building, and it looked like it could have been a school, and there was a man coming out of that building, and he had a child, carrying a child in his arms, a little girl. And that was the most terrible feeling ever, just to see that, your heart just, you know. And they said, what do you say to that? This is, these are your friends, these are your allies. What could you say? He said nothing, but, and just have that terrible sinking feeling. But I never realized that that was part of a much larger tragedy, never knew that. Want ergens in een beeld is blijven hangen van onuitgesproken verdriet. Verdriet vergeet je niet. En de tranen hangen nog op hun wangen als ze terugblikken op die stralende dag, laatste dag waarop ze haar zusje zag. Verwoeste huizen bouw je weer op. Kinderloze ouders zitten met een krop in de keel. Onnodig leed viel hen ten deel. De waanzin van de oorlog bestaat in vele talen. Het staat beschreven in vele onmenselijke verhalen. Onschuldige kinderen betalen het gelag. Het is gebeurd op 5 april 1943 op een zonnige dag.